Welkom bij NL Magazine Going to the Movies met Patrick van der Wijk en Maurice. Hallo Maurice, en vandaag zijn we geweest naar Spider-Man Homecoming. Leuke film. Heel leuk. Eindelijk weer een leuke film. Eindelijk Marvel weer, hè? Dat hebben we lang gewacht. God, zo moet je lang wachten. Er komen er 3-4 per jaar uit, maar toch moet je altijd lang wachten, vind ik. Eigenlijk is het natuurlijk wel uniek, hè? Dat nog steeds Marvel steeds leuke films uitbrengt. Klopt. Dat is eigenlijk, als je gewoon kijkt naar de grote concurrenten zoals DC, die kunnen het niet voor elkaar krijgen om een paar fatsoenlijke films achter elkaar te zetten. Zeker niet in tempo, een beetje, zou ik maar zeggen. En nu weer. En ik was Spider-Man, was echt iets waar ik eigenlijk even mijn helden die ik vroeger in de comics best leuk vond. Mm-hmm. Maar toen al die movies viel altijd al tegen. Ik dacht van, dus dat was echt ernstig. Ik was nu ook weer, ik dacht, nou, misschien wordt dit een misser van Marvel. Ja, maar het is, ik vond het goed dat ze lekker het hele verhaal met dat hij door een spinnetje gebeten wordt en allemaal dat, die shit, lekker overslaan. Dat weten we nou wel. Lekker doorgaan zo. Hop. Heel goed, super. Heel goed. Ja. En Tony Stark, mijn personal favorite Iron Man, die speelde erin. Ja, tuurlijk. Die speelde een goede rol. Ja, goud. Goud en niet te veel, precies goed zo. Een beetje als soort vaderfiguur nam hij het een beetje af en toe over. Ja. Hij kwam ook genoeg terug. Ja. Dat is net genoeg. Ja. Hij was wel een beetje langdradig af en toe. Dat moet ik ook een klein beetje eerlijk zeggen, Maurice. Maar ik niet, ik vond het niet. Want ik denk na 2,5 uur, hij duurde fucking 2,5 uur. Ja, maar ik vond het leuk. Weg. Nee, maar ik had er helemaal niet af en toe een beetje. Nee, vond ik niet, maar daar verschil een beetje van. En een beetje voorspelbaar was hij ook wel. Ja, maar wel leuk. Ik vond hem wel. Nee, ik vond hem wel grappig. Ja, ik zeg niet dat hij niet leuk is, maar ik kan niet zeggen van het was dé film van 2017, kan ik zeggen. Nee, maar ik vind hem wel tot nu toe de leukste film die ik heb gezien. Nou, kijk, niet de meest verrassende film. Daar ga ik nog steeds naar Split toe. Maar, en misschien Guardians, dat hij ook nog wat beter was. Maar ik vond dit wel, als dit het begin is van het volgende halve seizoen, zeg maar, van het halve jaar. Nou, dan vind ik het maar dat is niet zo, hè? Nee. Het is Thor Ragnarok gehoord natuurlijk. Ja, het begin van een hele nieuwe... Klopt, nee, daar ga ik vanuit. Dus dit is meer een einde. Einde, ja, maar ik bedoel, ik geef het alleen maar... Als dit, zeg maar, de trend is van de films dat ze beter worden, tweede half van het jaar, dan krijgen we nog een goed jaar tegemoet. En we krijgen het tweede half jaar is het ook wel een betere jaar. Ja, klopt. Ja. Ja. Altijd het vakantieseizoen is wel beter. Maar en daarna gaan we starten. Ja, maar even terug naar de film. Wat een hele leuke running gag was Captain America. Ja. Dat was af en toe. Die blijft terugkomen. Je werd tijd in de zijk genomen. Dat was heel leuk. En heel goed. Het is wel een beetje spoiler, maar vertel gelijk. Blijft het einde zitten. Ja. Krijg het met Captain America zitten. Klopt. Dat ligt helemaal goed. Ja, ik weet niet of je het dan moeite waard vindt om zo lang te wachten op de afdeling. Maar wij vonden het leuk. Ja, leuk. En ik hoorde wel veel mensen. Ook, ik heb met jou naar YouTube zitten kijken, naar andere collega's. En dan zei ze wel, het is toch wel uniek was het. Het is weer een andere manier om de fandom toch weer even een beetje te belonen. Klopt. Voor het kijken. Ja, dus dat zijn en we nemen toch langzamerhand een beetje af van Captain America, het idee. Ik denk dat een oude generatie langzamerhand weggaat. Ja. En dat zag ik ook met deze film. Het is echt een jonge generatie, nog high school kids. High school kids, ja. Dus, ja en dat zie je natuurlijk mutants ook hetzelfde natuurlijk. Ja, die hebben al afscheid genomen. En we krijgen natuurlijk in de komende 6-12 maanden krijgen we 3. Volgens mij is 3 X-Men films. Ja, dat zijn er op stapel. Ja. Er komen er een hele hoop aan. En die een heet New Mutants, dus dat is waarschijnlijk waar ze met Logan stoppen. Maar met X-Men ben ik op het moment nu een beetje minder enthousiast dan met de Marvel. Al echte Marvel. Okay. Dinges, het hoort toch een beetje mee. Het hoort er wel bij elkaar, hoor. Het zit in hetzelfde universe, maar toch. Ik ben er, Maar wij waren super enthousiast. Ja. Ik geef hem persoonlijk een 8. Ik geef hem een 8. Nou, ik zat in het begin, gisteren had ik het over 9, maar even de film laten bezinken. Hoe kan dat nou? We zijn vandaag geweest naar de film. Hoe kun je hem gisteren al mee van de film? Goh, jongens. Beetje raar, hele landje verpest. Ja, dag later zitten we op het nemen. Ik denk, doe net eens over, maar nee hoor. Het is ernstig. Ja. Hier heb ik het niet. Dit is wel fout. Nee, we gaan lekker door hoor. Nee, dit is we gaan lekker door mijn duit. Ik zeg een 8. Maurice geeft een 8,5. Nee, wat gisteren nog een 9 was. Gisteren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. We zien jullie in die bioscoop. Doei doei.